De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Ja, 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 mam. Mam, dat kan niet. Pa, dood. Je zei dat het zo goed ging. Niemand had het ook verwacht toen ik je belde. Hij was erg moe, zei hij. En toen kreeg hij weer een attack. Ik ben er meteen naartoe gegaan. Ja. En vanmiddag, toen wilde hij met me praten. Mam, ik wilde komen, echt, maar ik... Weet je waarover die wilde praten? Dat hij het zo jammer vond dat jullie de laatste jaren zo weinig contact hadden, zei hij. Ja. Dat het hem speet dat hij zo weinig begrip voor je heeft gehad. Oh, Jezus. Mam, ik had hem ook zoveel willen zeggen. Ik weet het, ik weet het. Daniel, het is afschuwelijk. Rustig, mama. Rustig, rustig. Ik kom naar je toe. Mam, tot straks. Ja, goedendag. Kan ik wat informatie krijgen? Ik heb hier een advertentie voor me. Ja, over de dieetclub. En ik heb hem doorgelezen. En wat bedoelt u eigenlijk met natuurlijk evenwicht? Dus niet op basis van calorieën? Oh. Is het ook mogelijk om alleen dat dieetprogramma te volgen? Fitness en zo, want ik wil eigenlijk alleen maar afvallen. Oh. 10 kilo of zo. Mag ook meer zijn. Oké, is goed. Ja. Goed, dag. Hey, ben jij nou nog niet weg? Nee. Het heeft geen haast meer. Wat bedoel je? Hij is toch niet... Oh, Daniel, wat verschrikkelijk voor je. Wat, ga even zitten. Nee. Ik wilde toch wel zo snel mogelijk naartoe. Ik had er lang moeten zijn. Ik ga met je mee. Nee, dat is lief van je, maar dat hoeft niet. Nou, waarom niet? Kijk, je gaat het hele niet alleen rijden. Ik ga alleen. Oh, ben ik zo stom geweest. Waarom ben ik er niet meteen naartoe gegaan? Ja, ik dacht, het komt allemaal wel goed. Maar... Dan ben ik te laat. Ik ben te laat om tegen mijn pa te zeggen dat ik van hem hou. Dan,
Daniel, je moet niet zo hard zijn voor jezelf. Niemand had dit kunnen weten. Oh, jawel, jawel. Hij vroeg vanmiddag naar me, Janine. Hij wilde met me praten. Ik heb jarenlang gewacht dat hij het initiatief zou nemen om met mij te praten. Vanmiddag deed hij dat. Toen was ik er niet. Ach, wat een lul. Het ergste is... Hij is dood. En ik heb hem niet kunnen vertellen. Hoeveel ik van hem hou. Arthur? Hé, moet jij niet slapen? Ik heb gezegd dat je niet hoefde te wachten. Hoe kan ik nou gaan slapen? Arthur, dit kan echt zo niet lang. Ik vind nu echt dat we hulp moeten gaan zoeken. Hulp? Wacht eventjes, waar heb jij het nu allemaal over? Ik heb geluisterd en ik weet dat je weer geen telefoontjes hebt aangenomen. Ach, kom op, Susanne. De lijnen waren echt overbezet. En jij denkt dat ik dat geloof? Waarom vertrouw je me nou niet? Arthur, ik wil je alleen maar helpen. Je steekt de laatste weken alleen maar je kop in het zand. Dit gaat niet over door er niet aan te denken. Susanne, het is echt zo. Iedereen belde tegelijkertijd. Ja, als je niet gelooft, dan kan je naar Adriaan vragen. Ik dacht... Hé. Hey. Je gelooft me echt niet, hè? Jawel. Hé, hey, het is over. Ja, sorry hoor, ik kan dit echt niet zomaar vergeten. Wat heeft tijd nodig, schat? Kijk, ik ben ook nog wel eens bang dat ik terugval. En oké, okay, het is doodeng als je merkt dat iets zo sterk wordt dat het je leven gaat beheersen. Maar ik weet zeker dat we het over een tijdje vergeten zijn. Zolang we elkaar maar niet vergeten. Wanneer is het lunch klaar? Als ze bruin zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Je koffie? Ja, graag. Wat zijn jullie daar voor iets lekkers aan het klaarmaken? Croissantjes, omdat we vanmiddag naar het Futurium gaan. Oh ja, natuurlijk. Hoe gaan jullie eigenlijk met de trein? Nou, ik wou aan mijn vader vragen... Wat wil jij je vader vragen? Of ik je auto mag lenen. We gaan naar het Futurium en dan moet je eerst met de trein en dan met de bus. En dan een stuk lopen en dan hebben we daar geen zin in en die hebben vrij. Dus nee. Nou, dan gaat maar wel voorzichtig, hè? Hé, dan moet ik wel nu met jou mee. Dan moeten we nu weg. Oeh. Ze zijn al bijna bruin. Weet je wat? Leg ze maar op een schaaltje. Ik eet er vanmiddag alleen. Of je neemt ze mee naar het Futurium. Marsmannetjes zijn gek. Marsmannetjes bestaan helemaal niet. Oh nee, dat had je gedacht. Het Futurium zit vol met marsmannetjes. En die roepen allemaal Floris, Floris. Ga mee? Kom, even gaan. Hé hey, jongens, veel plezier, hè? Doe wel voorzichtig. En naar die aan luisteren. Ja. Dag, pap. Dag, Sylvia. Zo, die zijn weg. Wat zullen wij nu eens gaan doen? Breng ons naar het Futurium? Nee, natuurlijk niet. Dat is hartstikke saai. Dat is iets voor hele kleine kinderen. Wat gaan we dan doen? Iets veel leukers. Iets spannends. Marieke, kom je? Even slapen. Nee, zo laat is het toen nog niet. En aan mijn contract staat dat ik nog lang niet hoef te beginnen, dus. Nee, maar... Maar wat? Ik dacht dat jij met me mee wilde rijden. Ja, graag. Maar ik wil nog even een boterhammetje eten en een kopje thee drinken. Oh, nou, sorry, maar dat kan ik echt niet wachten. Kun je of wil je niet op me? Ik kan daar niet op wachten. Het wordt ontzettend druk vandaag en Daniel blijft langer weg. Oh, dus ik moet ook maar wat vroeger beginnen. Jij denkt echt alleen maar aan jezelf, hè? Zou je niet eens afvragen waarom Daniel langer weg blijft? Zijn vader is overleden. Hij is meteen vertrokken. Waarom heeft hij dat gisteravond niet verteld? Ik was thuis. Hij was heel erg in de war en verdrietig. Hij heeft een briefje voor je achtergelaten. En hij hoopte dat wij geen ruzie meer zouden maken. Wat schrijft hij? Niks. Nou, zullen we maar gaan? Hm? Ga jij maar vast. Ik kom wel met de fiets. Kijk het lekker. Niemand houdt rekening met mij. En je ouders? Die zitten nog steeds bij mijn tante. Maar
De schade aan hun huis is bijna gerepareerd, dus ik denk dat ze vandaag of morgen wel weer terugkomen. Waarom is het ook moeilijk, hè, om hulp te zoeken als er zoiets aan de hand is? Wat bedoel je? Telefoonangst, behoorlijk ernstig. Waarom heb je geen professionele hulp gezocht? Omdat ik niet zo in therapeuten geloof. Waarom niet? Omdat volgens mij een vreemde jouw probleem niet oplossen. En Suzanne heeft me heel goed geholpen. Als Suzanne er niet was geweest? Dan was ik niet uit toegekomen. Ja, laten we eerlijk zijn, Roos. Als er iemand problemen op kan lossen, dan ben jij het wel. Jawel, maar toen je ziek was, toen heb je het ook niet uit jezelf gezegd. Ik moest er wel zelf achterkomen. Dat is waar. Maar het is ook heel moeilijk om iemand lastig te vallen met je problemen. Ja, dat is wel zo, maar het is volgens mij net zo vervelend als anderen zich steeds met jouw probleem gaan bemoeien. Dat is toch veel minder erg. Ik weet het niet. Ik wil eigenlijk het liefst gewoon zelf mijn probleem oplossen. Ja, als je dat niet eens kunt, dan krijg je nooit zelfvertrouwen. Soms niet altijd makkelijk. Nee, ik bedoel, als je er langer mee was doorgelopen, dan was het misschien echt een fobie geworden. En ik weet niet of je het dan in je eentje had kunnen oplossen. Ja, ik denk het wel. Kijk, het is voorbij. En ik ben blij dat ik het zo gedaan heb. Want het gek is, Susanne en ik zijn veel dichter bij elkaar komen te staan. Maar ja, als je geen goede relatie hebt, dan moet je inderdaad ergens anders hulp gaan zoeken. Maar goed, hoe is het eigenlijk tussen jou en Arnie? Iemand zeker wel blij dat hij weer terug is? Ja. Dat is een vreemde situatie. Hij in Amerika en ik hier. Ja, dat is toch allemaal voorbij, of niet? Ja. Nou, ik ga even die mensen helpen. Ja. Wil je wat drinken? Doe mij maar nog een koffie. Oh, vroeg me af waar iedereen was. Ja, goed dat je er bent. Jij weet waarschijnlijk waar die ordners zijn van dat... Wat is er met jou aan de hand? Daniels vader is overleden. Ach, maar het ging toch helemaal niet zo slecht met hem? Ik dacht... Daniel zei dat alles onder controle was. Ja, dat is ook zo. Maar hij heeft er een hartaanval bovenop gekregen. Waar is Daniel nu? Bij zijn moeder. Moet een heleboel geregeld worden. Ja, verdomme, hij had ook eerder moeten gaan. Niemand heeft gezegd dat hij moest blijven. Ik heb ook tegen hem gezegd dat hij moest gaan. Je weet hoe die is. Zo zijn we zelf ook. De zaak gaat altijd voor. Ja, maar je kunt iemand niet dwingen. Ja, ik ben alleen bang dat we wel eens uit het oog verliezen wat echt belangrijk is. Arme Daniel. Ja, hij voelt zich echt ontzettend schuldig. Had hij een goed contact met zijn vader? Nou, niet zo. Ja, helemaal niet eigenlijk. Er waren allerlei oude dingen die nooit zijn uitgesproken. En zijn vader had juist gezegd dat hij wilde praten. Nou, zou Daniel er nooit achter komen wat zijn vader had willen zeggen? Nee. Wat vindt dat nou rot voor hem? Ja, het is lullig. Ik denk alleen dat we er weinig aan kunnen doen. Nee, maar het zet je wel aan het denken. Hé, maar ik ga. Ik zou nog eventjes langs Susanne gaan. Doe haar de groeten. Ja. Beloof dat ik vanavond naar je zou luisteren. Arthur, hey. Gaat het weer wat beter met je? Ja, prima, maar ik heb een beetje haast. Ik spreek je nog. Hoi. Hey, Floris, wil je wat drinken? Ja, cola. Wie was dat? Arthur, een oud vriendje van me. Van jou? Niet alleen van mij. Hier, ga je maar even flipperen. Is al een stuk, hè? Hey, hoe gaat het met je? Hetzelfde. Moeilijk om de knop om te draaien. Ja, als het makkelijk zou zijn, dan zouden maar weinig mensen eetproblemen hebben. We moeten toch wat aan doen. Ja, maar ik denk dat ik weinig voor je kan betekenen. Ik kan moeilijk de hele dag je hand vasthouden. Dat weet ik ook. Maar daar moet ik het ook zelf doen. Maar dan wel op mijn eigen manier. Hoe is dat? Heb je wel eens van Aziza gehoord? Nee. Wat is dat voor iets? Nou, ze geven daar cursussen over aura-reading en acupressuur en dat soort dingen. Ik dacht dat jij een dieet wilde? Ja, dat doen ze ook, maar dan meer de holistische benadering. Dus ze geven trainingen om je lichaam onder controle te krijgen in combinatie met een dieet. Oh, dat lijkt me nog niet zo gek. Denk je dat het wat is? Waarom niet? Dat kan je wel goed gebruiken. Maar ik bedoel, wat meer zelfvertrouwen kan geen kwaad. Je twijfelt aan jezelf en daarom eet je. Ja. Ben je er alles geweest? Nee, ja, ik weet het niet. Het wordt een beetje raar van lijnen in groepsverband. Dan met kruidenthee. Het klinkt niet echt professioneel. Je kan het toch gewoon proberen? En ik neem aan dat die mensen wel een opleiding hebben.
Wanneer gaan we nou die mountainbike halen? Straks. Vind je het flipperen niet leuk? Jawel, maar mijn geld is op. Goed, dan gaan we maar eens. Hé, laat maar. Dankjewel. Hé, doe het nou maar gewoon. Wat heb je te verliezen? Dag. Dag. Daniel, je kan er niks aan doen. Ja, dat weet ik ook wel. Wens je moeder sterkte, hè? En Daniel, ik denk aan je. Zo, je geheime liefde op het werk? Ik denk aan je. Wie is de gelukkige? Dat was Daniel. Dat was maar een grapje. Ik ben niet echt in de stemming voor grapjes. Daniels vader is overleden. Oh. Ken je hem? Nee, maar ik vind het echt vreselijk voor Daniel. Is hij erg overstuur? Tja, wat denk je? Als ik niet zoveel werk had gehad, was ik onmiddellijk naar hem toe gegaan. Luister eens. Waarom ga je vanavond niet? Ben ik wel vrij en dan ga ik met je mee. Nee, het is lief van je, maar het is echt veel te ver. Hey, hallo Arthur. Suzanne, heb jij Marieke al gezien? Nee. Nou ja, daar snap ik dus niks van. Ze was vanochtend wel van plan om naar de werk te gaan. Op de fiets notabene, want ze wilde niet met me meerijden. Wat is er toch met jullie de laatste tijd? Ach ja, wist ik het maar. Het lijkt wel alsof alles wat ik zeg verkeerd valt. Zat ik weer aan humeur vanochtend? Nou ja. Wanneer krijg ik nou die mountainbike? Straks. Wat doen we hier eigenlijk? Ik kwam hier vroeger wel eens, toen ik zo oud was als jij. Wat deden jullie hier dan? Gewoon spelen. Ik kon hier altijd een leuke hoop oude dingen vinden. Zoals wat? Oude auto's, seksboekjes, kapotjes. Het was altijd reuze spannend, want er kwam een boze man achter ons aan. Hebben die jullie nooit gepakt? Natuurlijk niet. En waren jullie ook nooit bang? Wij durfden alles. We zijn hier zelfs een keer bovenop geklommen. Helemaal naar boven? Helemaal naar boven. Zou jij dat durven? We klimmen natuurlijk wel samen, dan durf je toch wel? Ja, maar ik heb eigenlijk niet zoveel zin. Dat is jammer. Dan krijg je ook geen mountainbike. Hey, weet je vader wel dat je hier bent? Mijn vader? Ja, de man die je laatst kwam ophalen. Oh nee, dat is mijn vader niet. Mag ik een cola? Tuurlijk. Hey, schrijf maar op mijn rekening. Hey, kom op, Marieke. Het was maar een grapje. Hier. Je denkt toch niet dat ik echt iets met je wilde doen? Het werd alleen allemaal een beetje opgeblazen door die vriend van je. Jij hoeft me helemaal niet te vertellen wat er gebeurd is, want ik was er zelf bij. En als het jouw idee is van een grapje, dan heb je een klote gevoel voor humor. Waarom stop je? Nou, ik vind die eigenlijk best wel mooi. Boven is het veel mooier. Nou, ik vind het hoog genoeg. Schijtbak, ik ben vlak achter je, er kan helemaal niks gebeuren. Niet naar beneden kijken, dan is het helemaal niet eng. Ik kom terug. Kom op, Floris, ik dacht dat jij zo dapper was. Je lijkt wel een meisje. Florijntje, zal ik je voortaan maar Florijntje noemen? Dan kan je dus nu niet afhaken. Gewoon doorklimmen en niet naar beneden kijken. Beloof je dat? Zo goed? Marieke, je hebt gelijk. Het was lullig wat ik deed. Ja, ik had ook veel te veel gedronken. Zo gaat dat naar mij. Eerst lijkt er niets aan de hand en dan opeens... Ja, opeens stond jij daar en kon ik me niet meer beheersen. En je zag er ook zo mooi uit. Ja, ik praat het niet goed hoor. Alleen ik zou het gewoon zo zonde vinden als we elkaar nooit meer zouden zien. Ik had toch het idee dat we een beetje vriendjes waren. Ik weet het niet. Als ik nu iedere keer bang moet zijn wanneer jij een biertje drinkt. Ik beloof je, het zal echt niet meer gebeuren. Oké. Nou, ja. Zie je wat het meevalt? We zijn er bijna. O,
we moeten straks weer terug? Langs dezelfde trap natuurlijk, het is toch heel makkelijk? Niet omkijken, denk erom, anders dan val je. Kom op, we zijn er bijna. Als je eerder boven bent dan ik, ga je dan vast in de dakrand zitten? Natuurlijk ben ik eerder boven. Sorry dat je even moest wachten. Carola de Wit. Ik ben hier de schone specialiste en de diëtiste. Een logische combinatie, vind je niet? Mijn naam is Roos Alberts en ik kijk eigenlijk een beetje rond. Ik ben op zoek naar informatie. We hebben niet echt een folder, als je dat bedoelt. Dat vinden we zo afstandelijk. Als je vragen hebt, dan beantwoord ik ze liever persoonlijk. Zeg, waarom doe je niet even je jas uit? Hè? Dan drinken we een kopje thee en dan kun je alles vragen wat je weten wilt. Ga maar even zitten. Wij gaan er namelijk vanuit dat je niet alleen moet afvallen. Maar vaak zie je dat mensen van zichzelf vervreemden. Dan hebben ze wel een slank lichaam, maar dan voelen ze zich in hun hoofd nog dik. Ja, en dan weten ze niet wat ze met zichzelf moeten aanvangen. Dus gaan ze eten. Nou, als je dieet combineert met lichaamsoefeningen en met regelmatige schoonheidsbehandeling, krijg je een optimaal resultaat. Dus u bedoelt... Zeg maar je hoor. Dus je bedoelt... Dat je jezelf anders moet zien. Je moet je levensstijl veranderen. Niet alleen je eetpatroon. Nou, normaal gesproken heeft de oorzaak van het dik worden niets met honger te maken, maar met onvrede met jezelf. Nou, en wij zorgen ervoor dat je letterlijk en figuurlijk weer goed in je vel komt te zitten. Dat je op een positieve manier met jezelf bezig bent. Dat je weer van jezelf gaat houden. En dat dieet? Oh, dat is persoonlijk. Ligt eraan wat je eetpatroon is en hoe snel je wilt afvallen. En dat is allemaal op een basis van kruiden? Voor zoveel mogelijk wel, ja. Ja. We werken met theeën, sappen, algen. Zeg, waarom doe je geen intakegesprek? Wat is dit dan? Dit is een gesproken folder. Het intakegesprek dat wordt gedaan door mevrouw Loijmans. Zij is de oprichter van Assisa. Zij is ervaringsdeskundige. Moet ik haar bellen? Nee hoor, ik kan nu meteen een afspraak maken voor je. Het zou morgen al kunnen als je wilt. Ja, is goed. Maar hoeveel kost dat? 400 gulden. Ja, ik weet het. Het lijkt veel. Maar je krijgt wel een sessie van 1,5 uur... en er wordt meteen een persoonlijk ontwikkelingstraject voor je uitgewerkt. Ik ben er bijna! Ja!